Goeiedag, het is mooi zonnig weer hier in Schiedam. En vandaag is het de 13e zondag en ik zit met een probleem. Ik probeer vragen in de politiek en in de media aan de orde te krijgen waarover iedereen hardnekkig blijft zwijgen. Zoals u ziet heb ik heel veel kiespijn als een boer. En zoals je hier ziet ligt hier een kiesje van een olifant of van een mammoet. En zoveel kiespijn heb ik inmiddels in de politieke zin. Daarnaast heb ik inmiddels trek in een stevig biertje van 11,5%. En dat is uniek te noemen. En voordat ik dus u ga vragen te luisteren naar wat ik graag zou willen stellen, moet ik u introduceren bij de parlementaire journalist Julius Visjager. Julius is de man die dus altijd de laatste vraag stelt in de persconferentie van de minister-president. En hem wou ik wel vragen om mijn vragen te vragen. Ik zal het voorlezen, zodat ik dus geen fouten maak. Het is niet lang. Dag Julius Visjager. Ik heb geprobeerd jou uit te leggen welke klemmende vragen er gesteld zouden moeten worden om de economie in Europa weer gezond te krijgen. Het gaat dus altijd om het stellen van de juiste vragen. Het Koenders-akkoord geeft, naar mijn mening, op 1 januari 2014 een 10% inflatie met de prijzen van vandaag te zien. En dat heb ik uitgerekend door de inflatie van dit jaar van 2,8%. De inflatie van volgend jaar, ook 2,8%, dat is een gok. Plus de 2% btw-verhoging bij elkaar op te tellen. Die dus geldt voor de non-food sector, dat wil zeggen voor alles wat niet eetbaar is. Daarnaast een nieuw begrip, de opportuniteitsinflatie. Opportuniteitsinflatie betekent dat het dus een relatie heeft met het gedrag van ondernemers om dus de kosten die ze moeten maken om hogere investeringen te doen in de stijgende prijzen van hun voorraden, om die toch door te berekenen aan de klant, aan u en aan mij. Het verdrag van Maastricht, dat is dus de leidraad voor het Europese beleid in Brussel, zou gehaald kunnen worden voor het eind van 2013, dus ook op 1 januari 2014. En dat komt omdat namelijk door de inflatie het BNP, het bruto nationaal product, gaat stijgen in cijfers. En ik denk dat dat ongeveer een 10% zal zijn, gezien de inflatie. Waarbij dus de volume, datgene wat we produceren samen, niet zal groeien. Dus het wordt allemaal een beetje duurder. Dat betekent dus dat het niet onwaarschijnlijk is dat we de grens van 60%, die dus het verdrag van Maastricht voorschrijft als staatsschuld, dat we die 1 januari 2014 zouden kunnen halen. Omdat nu, we hebben een staatsschuld van 400 miljard, de verhouding dan verbetert ten opzichte van het bruto nationaal product van over 1,5 jaar. Het voordeel daarvan is, van die inflatie, dat de staatsschuld ook in waarde gaat dalen, in koopkracht. En dat kun je vergelijken met een aflossing van de staatsschuld van 10%, oftewel 10% van 400 miljard. Aflossing in bijna 2 jaar van 40 miljard op de waarde van de staatsschuld. Dus niet nominaal, maar op de waarde, op de koopkracht. Het koopkrachtverlies, wat de loontrekkende en zonder prijscompensatie dan krijgen, en de intrinsieke waarde voor de besparingen van alle beleggers en pensioenfondsen, want die hebben dus vaak belegd in staatsschuldbewijzen, die krijgen dus door de Koenders-coalitie een fikse rekening die ze u dus niet verteld hebben bij de afspraken die dus onlangs zijn gemaakt. Het enige wat u werd verteld is namelijk dat het pijn zal doen. Nou, u ziet dus, kiespijn, dat kan heel verkeerd uitpakken. Daarom denk ik dat het verstandig is om bij de komende verkiezingen de Koenders-coalitie te laten blijken of ze wel of niet tevreden zijn over datgene wat ze aan u hebben gepresenteerd.
essentieel is dat de burger, zoals ik en u, een eigen belang, een eigen inbreng krijgt in de politieke arena, in de Tweede Kamer zelf, in het vragenuurtje, op televisie, live. Waarbij dus wij zelf een onderwerp bepalen wat besproken moet worden in de nationale politiek. Dan gaat het dus over de soevereiniteit van onze munt. Zijn wij baas over de euro? Of zijn dat de internationale financiële markten? In Amerika, in China, in Arabië of waar dan ook. Mogen wij zelf bepalen wat en hoe er met onze munt gebeurt? De knieval die de regering doet voor de internationale markten met de AAA-status vind ik meer dan belachelijk. Onze centrale bank en de centrale bank van Europa kunnen samen een hele goede oplossing bieden voor datgene wat nu het Griekse drama wordt genoemd. Wat wij dus meemaken, en daar dus mag u zelf uw mening over geven, is de afbraak van de sociale bescherming die de mensen nu over zich heen krijgen. En dat is niet alleen de werkende met het bevriezen van de lonen, maar dus ook de afbraak van alles wat de gezondheidszorg of milieu betreft. Heel veel dingen worden dus niet meer gefinancierd uit bezuinigingsoverwegingen die negatief zijn, niet alleen voor het welzijn van de mensen, maar ook voor het nationaal product. Ik zou het eigenlijk hierbij willen laten, maar ik wil wel een uitnodiging geven aan elke journalist die toegang heeft tot de massamedia om te durven vragen stellen die gaan over de structuur van ons geldstelsel. Die gaan over de functie en de structuur van onze democratie. Hebben wij wel een democratie? Nou, die vraag die wordt door steeds meer mensen ontkennend beantwoord. We hebben een soort plutocratie waarbij de echt rijken bepalen wat goed voor ons is. En de misleiding die dus nu staat te komen met de reclamespotjes van al die politieke partijen, die zeggen allemaal, ik ben de beste. Kies mij, want ik weet het zo goed voor u. Laten wij nou zelf eens gaan bepalen wat goed voor ons is. Met inspraak van de burger in de Tweede Kamer en een andere benadering van die staatsschuld. Want de staatsschuld, is dat wel een schuld? En aan wie? Wie is de eigenaar van de staatsschuld? Voorlopig zijn de pensioenfondsen eigenaar van het grootste gedeelte van de staatsschuld. Wat wil je? De staatsschuld af gaan lossen? Dat klinkt mooi, schuld en boete. Maar het betekent wel dat de 11 miljard euro die wij dus nu aan rente betalen over de staatsschuld aan de beleggers en aan de pensioenfondsen, dat als de staatsschuld wordt afgelost, de pensioenfondsen geen 11 miljard inkomsten meer hebben. Wilt u dat? Wilt u uw eigen pensioen te graven dragen? Ik laat het zeggen van, ik pak er een lekker biertje bij.